Nou, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad en een leuke kerstvakantie, maar dat zal wel gelukt zijn. Ja. Het programma vandaag ziet er als volgt uit. Ik ga eerst een klein lesje geven aan jullie over groente en fruit. En daarna gaan we een appeltaart bakken. Dus dat doen we in het praktijkgedeelte en nu doen we in het theoriegedeelte. En om te beginnen, begin ik met groente en fruit. Lusten jullie dat allemaal? Ja. Ja? Alle groente en fruit? Ja. Wat lust je niet, Inge? Want jij bent een lastige eter, weet ik. Weet je niet? Nee. Spruitjes? Die lust je wel? Die lust je niet, hè? Dat dacht ik al. Ik heb hier twee afbeeldingen. Eén van groente en één van fruit. En als je zo eens kijkt, Inge, kom er eens bij. Wat voor soorten zien jullie dan allemaal? Wat kun je uit de afbeelding opmaken? Wat zie jij? Tomaten. Waar zie je die? Tomaten? Eisen. Ja, wat zie je nog meer? Beer. Beer. Inge, wat zie jij? Aardbeien. Aardbeien, heel goed. Bloemkool. Waar zie je bloemkool? Wijs het eens aan. Wat zie jij? Ik zie wel een banaan. Een banaan, heel goed. En wat zie je nog meer? Qua groente misschien? Een appel. Een appel? Dat is geen fruit. Ja. Nee, het is wel fruit. Hier hebben we fruit en hier hebben we groente. Maar hier ligt toevallig een appel. En er liggen ook aardbeien bij. Zie je nog wat meer? Bloemkool. Dit is een bloemkool. Weet je wat dit is? Kropsla. Ja, ik herken die. Herken je die? Goed zo. En even kijken. Omedine, weet jij wat dat is? Ja, dat is ananas. Ananas, heel goed. En wat zijn die zwarte kleine ronde? Bosbessen. Bosbessen, heel goed. Nou, zo te zien zit met jullie ware kennis wel redelijk goed. Jullie kennen al een aantal soorten groente en fruit. Maar wie van jullie kan mij vertellen wat nou precies groente is? Wat is dat nou? Ja, maar kijk, we hebben verschillende soorten groenten, zoals broccoli, bloemkool, noem het maar op. Maar wat is nou groente? Wat betekent dat nou eigenlijk, groente? Appelzoon. Ook. Groente is het eetbare deel van een plant. Dat is groente. Je hebt verschillende soorten groentes. Ja. En nou heb ik bijvoorbeeld de wortel en knol gewassen. Wortel en knol gewassen. Ja. Wat voor soort groente denken jullie dat daaronder valt? Inge. Als je goed nadenkt, de wortel en knol was, is al lastig hoor. Zal ik het jullie laten zien? Wortel en knol gewassen. Daar vallen wortels onder. Wie weet wat dit is? Kijk eens goed, oma Dina. We hebben er wel eens mee gewerkt. Nee, dit is een radijs. Heel goed, een radijs. En deze? Weet iemand het? Julia misschien? Ja. Rode. Ja? Rode. Rode biet, heel goed. Zie jij het ook, Celine? Radijs, rode biet en wortels. En die vallen dus onder de categorie van groenten, wortel en knolgewassen. Want we hebben een aantal categorieën en we hebben ook vruchtengroenten. Ja, dat zijn tomaten, paprika en komkommer. Juist, tomaat, paprika en komkommer. Ik heb hem hier voor jullie afgebeeld. Julia, onder de koolsoorten. Wat voor groenten vallen daar denk je onder? Denk eens goed na, onder koolsoorten. Help eens een beetje over, Dina. Koolsoorten, wat voor kolen hebben we allemaal? Boerenkool. Boerenkool, heel goed. En zuurkool. En zuurkool, inderdaad. En deze dan, hoe heet die? Broccoli. Broccoli. Ja, heel even hoor, even jullie antwoord laten. En die?
Je weet het wel, hè? Kan je niet opkomen? Het begint met de B. Bloemkool. Heel goed. En dan hebben we nog drie categorieën. Dan hebben we nog stengelgroenten. En daar vallen onder. Heel gezond. Dat is ook okay. Niemand weten? Jawel. Zeg het maar. Selderij. Ja. Selderij. Selderij. Bleekselderij. Bleekselderij. En prei. En Inge, jij mag die zeggen als je hem weet. Asperges. Asperges. Gaan we weer verder. Ik heb nog een etiket. Oh, dit leg ik even hier neer. Want doen jullie wel eens boodschappen thuis? Of voor je moeder of voor je vader? Ja, ik ga wel eens mee. Ga je wel eens mee? Doe je het ook wel eens zelfstandig? Dat niet. Nee, ik ook niet. En Joe, ga jij wel eens mee met boodschappen halen? Ja. Alleen maar naar de bakken. Ja? Mm-hmm. En jij, Joe, ga je wel eens naar de supermarkt? Naar Albert Heijn. Op het winkelcentrum. In het winkelcentrum. Oké, okay. Ga jij wel eens boodschappen meedoen, Inga? Ook naar de supermarkt? Dus daar lezen jullie ook wel eens etiketten op producten. Nou, heb ik hier een etiket. Bekijk dat allemaal maar goed. Kom maar even wat dichter omheen staan. Ik draai hem, zodat jullie het allemaal kunnen zien. En dan mogen jullie om de beurt een vraag beantwoorden. Dus het is een etiket. En de eerste vraag is, hoeveel groenten zitten in dit pakje? Dus wat is de inhoud? En die vraag mag ome Dina beantwoorden. Dus kijk het etiket. Bekijk het etiket. En hoeveel groenten zitten in dit pakje? 300 gram. En waar zie je dat? Kun je dat ook aanwijzen? Ja. Kijk eens mee. 300 gram. Wat ben jij aan de beurt? Hoe lang is het houdbaar? Veertien drie. Heel goed. Dus als je dit pakje koopt, kun je het tot 14 maart gebruiken. En daarna is het? Overdatum. En dan is het? Moet je weggooien, want dan is het bedorven. Nee, kan je er niet meer mee werken. Heel goed. En Celine, wat voor informatie staat er verder nog op het etiket? Kijk eens goed. De barcode. De inhoud. Hoeveel gram erin zit. Hoe je het moet bewaren. De datum. En, dit is heel belangrijk. Want hierdoor staat vers. En vers betekent... Dat het niet... Dat het niet magnetronmaaltijden precies, zijn. Precies. Of dus verpakte maaltijden. Ja, verpakte maaltijden of voorbewerkte maaltijden. Ja. Supergoed van jullie. Nou, met jullie ware kennis zit het goed. Klaargelegd voor het recept. Dus ga allemaal naar de keuken. Zorg dat je je handen hebt gewassen. Jules, ik ga jou helpen met handen wassen. En jou help ik ook met handen wassen. En dan mogen jullie alle ingrediënten... voor de appeltaart gaan pakken. Wat is er hier? Mag ik hier blijven? Ja, jij mag hier blijven zitten, ja. Hier kunnen jullie lezen wat er allemaal ingaat. En hier staat het recept, maar het is eerst belangrijk dat we alle ingrediënten pakken. Mm. Alles wat we nodig hebben, want we moeten ook de ingrediënten wegen. En dat mogen jullie allemaal in dit lokaal doen. Snapt iedereen dat? Zijn er nog vragen? Nee. Inge? Duidelijk? Oké, dan gaan we nu eerst handen wassen. Ja. Ja? Ja. Oh. Lukt die? Kijk uit dat je niet te veel ernaast gooit, hè, Inge?
Heel voorzichtig erboven. Stop maar even. Johnny, hebben jullie het goed afgewogen? Ja. Oké. Ik heb hier zo direct die appels voor jullie. Maar ik wil dat die appelstukjes brunoise worden gesneden. Weten jullie wat brunoise is? Geen idee? Nee. Hebben jullie dat op school ook nog nooit gedaan? Nee. Dat betekent dat je hem eerst in reepjes snijdt. Ja. En daarna in allemaal gelijke vierkante blokjes. Ja. Van 1 bij 1. Dus 1 centimeter bij 1 centimeter. Hoe doe je dat nou? Je hebt de appel. Die hebben Celine en Omedina al in vieren voor jullie gesneden. Je snijdt hem eerst in plakjes. Probeer dit zo netjes mogelijk te doen. Ook al denk je misschien het is maar een appeltaart. Het gaat wel om de techniek. Dat je de techniek dus goed beheerst. Dan pak je zo'n plakje. En dan kijk je ernaar. Dit is ongeveer een centimeter. Je hoeft het niet met een liniaal na te meten. Maar je weet ongeveer wat een centimeter is. Jullie, jij weet dat ook, hè? Zo. Volgende. Dus je houdt uit één reepje ongeveer 4 stukjes. 4 gelijke stukjes van 1 bij 1. Gaat dat lukken? Ja. Denk het wel? Oké. Okay. Ja.